Die pentatonische toonleer. Het ons altijd begin, dit is die E-vorm natuurlijk van die pentatonische toonleer, wat de A-mineer pentatonische toonleer is, maar sy vorm is sy E. Patroon is daar een ander patroon. Dit is een G vorm van die A mineer pentatonische toonleer. Hy begin ons op 3, bo. Verschillende vorms, die G-vorm en die E-vorm, is teen aan mekaar. Dit is soos 'n legkaart. Jy sal sien, as ons verder gaan met die patrone van die pentatoniese toonleer. Nou wil jy bijvoorbeeld van die G-noot afspeel in 'n mate bykie deur die patroon van die G en dan oorgaan aan die A. Nou, dit klink een mond vol. Ek sal die patroon, sal jy aan die einde van die video kan sien, met sy vingers, hoe ek hom speel. Jy kan selfs ander vingers gebruik. Eindig op die A. Nogal een lang oukie. Dus kyk weer. Begin met die G-noot. Ga naar die A toe. Jy gaan na een C toe. Na een D toe. Na een E toe. Jy glij met die vinger tot by 5, waar jy G word. En een A. En een C. En een D. En een E, en een G, en een A. Die patroon kan jy ook rustig in ritme gaan speel. Hoe meer jy diezelfde noot oor en oor speel, dit geld vir patrone, wysies, enige iets van muziek. Moet nie net altyd een noot speel nie. Speel hom byvoorbeeld so. As jy sommer teruggaan, en jy sal hom terugspeel, agteruit. Doen iets anderster, kry vir jou 'n ander ritme. Muziek is altyd mooi. Het is miskien hoekom hulle die wys, nie die wysie nie, die refrein, die koorgedeelte, so 'n paar keer in die liedjie kom hy voor. Dis dat jy hom moet onthou en doen iets met jou vingers, dat jou vingers dit sal onthou. So jy die G-vorm, eerste vinger op die boonste snaar, derde vinger, vijfde.
eerste vinger op die vijfde snaar, derde op die vijfde. Eerste vinger is op die derde fret, en derde vinger lê op vijf. Dan skuif die eerste op die vierde snaar, tweede fret, en nie pinkie nie, hy gly naar die vijfde fret toe, en jou derde vinger gaan naar die zevende fret toe. Jou eerste vinger gaan weer vijfde toe, derde snaar, jou derde is op die zevende, op die derde snaar, jou eerste vinger op die tweede snaar, bij die vijfde, pinkie op die achtste, op die tweede snaar, en je eindig basis die patroon op een A, wat op die vijfde is, heel onder. Gaan probeer, ek weet, dit is moeilik hierdie goed, maar as jy bietjie geïnteresseerd is in dit, gaan daarvoor. As het jou nie heeltemal geval nie, en jou nie baie daarvan nie, moet het nie eers probeer nie. Los dit. Speel goed waarvan jy hou.